Ik ben in het buitenland geweest. Toen ben ik naar Zuid-Afrika geweest en naar Engeland. Waarom ik iemand zou aanbevelen om naar het buitenland te gaan, is toch wel echt omdat je uit je comfortzone wordt getrokken. Je leert er heel erg veel van. Ik ben Marleen van Loon. Ik ben naar Finland geweest en ik heb daar een minorprogramma gevolgd. Ja, in Finland hadden we in oktober al sneeuw. Dat was wel uniek. Je hebt natuurlijk een hele andere omgeving dan waar je aan gewend bent. Zowel qua natuur, maar ook qua mensen om je heen. En dat is gewoon een hele gave ervaring. Ik ben Joep van Linter. Ik heb stage gelopen in Medellín in Colombia. Je leert heel veel mooie mensen kennen, je gaat heel veel leuke dingen doen. Je bent in een vreemd land, een heel mooi land waar je nooit bent geweest. Het is geweldig. Ik ben Robin en ik heb stage gelopen in Kuala Lumpur, Maleisië. Het is een hele andere cultuur. Het eten is heel goedkoop en je kan op elke hoek van de straat iets te eten krijgen. Dus heel veel streetfood. Ik ben Iris en ik heb stage gelopen in Huelva, Zuid-Spanje. En je leert daar genoeg andere studenten kennen en ja, je vormt eigenlijk je eigen internationale familie. Ik ben Simon Liu. Voor mijn stage ben ik naar Maleisië gegaan. En voor mijn exchange ben ik naar China gegaan. Ik denk het visum regelen is heel belangrijk. Ik zou het ver van tevoren regelen. Zodra mijn stage rond was, ben ik op het internet gaan kijken naar tips. En toen kwam ik bij goingabroad.avans.nl. En daarop staan heel veel handige tips en formulieren en informatie. En een hele handige checklist die je kunt gebruiken voordat je vertrekt naar het buitenland. De docenten begrijpen ook heel goed dat jij op avontuur bent. Dus je krijgt daar genoeg tijd voor om leuke dingen te doen. En je gooit jezelf in het diepe en dat zijn ervaringen van onschatbare waarde. Het enige wat ik kan zeggen is, doe het gewoon. Het is echt een van de leukste dingen die je ooit in je leven gaat doen waarschijnlijk. Lijkt het jou nou ook leuk om in het buitenland stage te lopen of te studeren? Kijk dan vooral op goingabroad.avans.nl voor meer informatie.